Yo, mensen van de Stafford Games, de King 77 nou hier met Modern Warfare 3. Je hoort al de muziek. Spannend, een beetje spooky, een beetje mysterious. Ik ga het hebben met jullie over streaks. Hoe kan je nou streaks halen of streaks verneuken? De eerste aflevering, het worden twee delen. Natuurlijk een deel steeds waar je het niet haalt, kan beter weer beginnen. En een deel waar je het wel haalt. Dus je kan nu al weten, alvast, ik haal nu geen Moab. Maar dat heeft altijd een oorzaak. En als je live speelt, ik speelde hier live, Nerds, een serie op mijn eigen kanaal. Met Fish, Erik en Remco en Björn. En ik geloof Timothy was er ook bij, Lijpen Stippen Swat of zo. Ik weet niet wie jullie erbij waren. Maar niet uit verder. Als je live speelt, ga je ragen. Dan ga je op een gegeven moment zeggen, camper of dit, of bullshit. En als je dan terugkijkt, dan zie je ineens, hey, ik ging eigenlijk best terecht dood. Net terecht, fout. De eerste def die je zo ziet is niet helemaal terecht. Daar moet ik eerlijk over zijn. Die def die is wel terecht qua spel. Want ik word onzeker. Ik ga in een hoekje zitten campen. Even dat ik wacht op hulp. Of ik wil weten wat ze spawnen. Dan vraag je om ellende. Als je onzeker bent en je hebt nog geen moab gehaald. Hè, dat zijn best nog kijkers nu die geen moab gehaald hebben. En je bent onzeker, dan haal ik niet. Kijk, dit is dus onzeker zijn. Ik weet dat daar geschoten wordt. Hier nu, wat ik nu ga doen. Ik wacht hier lang. Ik weet dat ze spawnen. Ik kan beter hier naar boven lopen weer. Met mijn rug natuurlijk wel naar onze eigen spawn. Wat doe ik? Wachten. Wat gebeurt er altijd? Dit soort bullshit. Kijk, dit is een bullshit dev, maar het is wel mijn eigen schuld. Straks krijg je duidelijk in slow motion aan het einde van deze commentaar nog de kill in beeld. De dev eigenlijk. Dan zie je dat het echt best wel bullshit is. Maar het is wel mijn eigen schuld. Je kan reeds wat je wil, maar ik ga dan onzeker in hoekjes te campen. En mijn straf is waarschijnlijk dus dat ik gewoon gekild word. Eigen schuld. Dikke motherfucking wild. Deze gameplay is nog niet zo oud, want hij is zoals 2 geleden opgenomen of zoiets. 1,5-2 geleden. Maar de gameplay kan niet online, want de audio is geglitcht. Van Fish op Skype opgenomen. En alleen zijn stem hoor je keihard. En de rest hoor je heel zacht. Dus daarom kan deze niet online. Dan gebruik ik de gameplay voor deze commentary. Ik ging het bekijken. En denk, hey, dit is wel een goede weer. Hoe je eigenlijk zelf faalt uiteindelijk. Hier ga ik mijn streak weer opbouwen. Outpost is lastig om zeg maar even zeggen. Ik ga even een streak opbouwen. Want je bent bang om hem kwijt te raken. Ik merk ook echt verschil op mij als ik naar mijn gameplay kijk. Als ik op bijvoorbeeld Arcaden speel. Bootleg, Hardhead. Dat is op maps. Vooral op Bootleg en Arcaden Ground War. Of het dom. Dat je gewoon altijd volledig erin gaat. En dan ook gewoon een lekkere gameplay haalt. Hier. Deze map is natuurlijk een verschrikking. Ja, ik vind nog Ground War meevallen. Maar het is niet super leuk. Ze gaan ook vaak snipen en campen hier. En hier heb ik nog een beetje mazzeloos. Hier ben ik eigenlijk al onzeker aan het klooien en kutten. Ik weet eigenlijk al niet wat ik precies wil. Ik weet eigenlijk niet precies waar ik naartoe wil. Ik weet eigenlijk niet precies. Ga ik nou hem ophalen of niet. Zelfs met live op maandag weet ik op een gegeven moment ook. Ga hem halen. Ik kan hem halen. Ik kan ook timen. Ik kan ook vlak voor tijd halen. Dat soort dingen. Omdat je zeker bent van je zaak. Ja, ondanks dat ik het de laatste keer wel heel erg close liet worden. Maar oké. Okay. Maar over het algemeen ben je zeker van je zaak. Hier haal ik wel vrij snel weer specialist. Als je ziet, die streak was weg. En 9 of 10 streak. En nu weer, ik haal nu weer een 9 of 10 streak. Ik dacht 10 of 11. Misschien 11 zelfs, ik weet niet. Maar het maakt niet uit verder. Het gaat om de fout. Het gaat om dat jullie misschien niet van leren. Van dat je dus vaak door te twijfelen en door niet durven gaan, juist op het verkeerde moment gaat. Want dat gaat zometeen gebeuren. Ik ben nou echt te voorzichtig. Ik ben te veel aan het kill for kill een mob aan het halen. En dat het nadeel ervan is dat je echt in je hoofd aan het tellen bent. Oké, ik heb er 10 of 9 of 8 en nu 12 en 13. En dan word je helemaal gestrest van. Je kan beter gewoon gaan en eigenlijk niet eens weten of je er hebt. Dat je denkt, nou ik heb er. Als iemand dan vraagt in de party. Hoeveel heb je het nou, Paul? Wat is je streak? Dat je zegt, nou ja, 14, 16, ik weet het daar niet. 18, 20, zou kunnen. Ik weet het niet. Niet geteld, omdat je dus er niet mee bezig bent. Ik ben nu dus te veel bezig met de spons. Ik loop hier achter Timothy aan en bijna ga ik daardoor dood. Ik ben te veel bezig met waar spons. Ik ben de tijd aan het letten. Op links stond in het balkje 148 punten over de tegenstander. Voor ons. En de tegenstander 121, 122. Als een triple capper heb ik nog maar een 1,5 minuut of een minuut. Als ik cap zou blijven heb ik nog maar 2 minuten ongeveer. Denk je nou nog maar. Maar zoals met dit tempo, als ik diepe tegenstanders kan vinden, is 2 minuten weinig. Omdat ik dus niet op mijn best aan het spelen ben nu en onzeker aan het spelen ben. Daardoor maak je verkeerde keuzes. Daardoor ga je twijfelen. Twijfel is het allerslechtste wat je kan doen. Twijfelen bij een morph streak. Ik zit hier al twijfelen. Ik krijg een assist. Ik zag hem op de radar. Waarom kijk ik dan eerst nog rechts? Dat ik hier zie dat al mijn teamgenoten hier spawnen. Of in ieder geval hier waren. Ik weet dat ik daar niet gekild ga worden. Hier ga ik ook onzeker duel aan. Ik twijfel. Loop weer terug. Heb mazzel dat ik hem een headshot geef. En in ieder geval dat die andere me niet kilt. Want ik heb gewoon 90% damage. Toch door het midden. Je ziet me twijfelen. Ga ik door het midden, ga ik via de zijkant, ga ik via rechts, ga ik via links. Je gaat onder boven hier. Granaatontwijk. Je gaat zitten headglitchen door het raampje. Kan ik ze vinden? Zie ik ze? Dus praat ik tegen mijn medespeler. Waar zit ze? Waar zit ze? Hier loop ik gewoon de verkeerde kant op. Puur uit onzekerheid. Waarom loop ik hier naartoe? Ik draai me om. En ik ga dan op het verkeerde moment juist wel rushen. Ik ga er nu vol in. 1 headfucker staat er nog achter een muurtje. En je bent gone. Dit was de eerste def die ik net had zoals je ziet. Deze was een beetje bullshit. Hier kan je nog op schelden. Maar dan nog was ik zelf aan het campen en het hoekje. Eigen schuld. In het hoekje, niet aan het hoekje, in het hoekje.
En zo ziet de killcam, hebt hij wel juiced. Het is wel een, je kan niet echt zeggen een skill kill of zo, maar het is wel mijn eigen schuld. Al is het vaag hoe dood te gaan. Maar de laatste death die we net zagen, dat is ook mijn eigen schuld. Ik rush op het verkeerde moment. Maar dan nog is het natuurlijk best wel bullshit. Dat je dan een headfucker uiteindelijk gekilled moet worden. That is Call of Duty. Bye bye.